Bravo, dan moet ik je iets laten zien. Okay. Iets laten zien. Want televisie is een kijkkunst. En dit zijn edelsteentjes en ik zoek ze uit op kleur. Want als je het geheel ziet, dan is dat een fantastische voorraad van schitterende kleuren. Maar daar kan je nog niks mee beginnen. Het is als het ware of je alle tonen hebt. Hè? Het hele reservoir van tonen heb je voor je. En dat is te veel. Daar kan je niks aan beginnen. Dus je moet het selecteren. Je moet het rood eruit halen. Je haalt meestal eerst de opvallende kleuren eruit. Kijk, en dan selecteer je. En nou, dat heeft iets van, als dit het tonen, de tonenvoorraad is van een componist, dan is eigenlijk het eerste wat hij doet, is daaruit kiezen. Hij kiest zijn tonen, zijn kleuren. En nogmaals, de televisie is een kijkkunst, dus via deze selectie van kleuren kan ik misschien straks iets duidelijk maken over wat een componist nu eigenlijk doet. Dan kies je de drie uit. Is dat toeval? Of, Nou, dit zijn de drie voor de hand liggende. Blauw, rood, rood, blauw, geel. Bij wijze van spreken. Het socialisme, het liberalisme en het papisme. En het is een Nederlandse situatie. Maar er zijn veel meer kleuren. Er zijn veel subtielere kleuren ook. Groen, zachtgroen, zeegroen. Het is ook heel goed om de namen te geven aan die kleuren. Turquoise. Steen, rood. Vaker behoefte, daarom zit ik ook zo te werken aan zo'n mozaïek, zo'n glasmozaïek. Vind ik leuk om te doen. Om dingen waar ik mee bezig ben ook visueel voor te stellen, om te visualiseren. Ik heb eens een kleurenvoorstelling gemaakt van de prelude van het eerste boek van het Wohltemperierte Klavier van Bach. Hier staat exact weergegeven, ik bedoel wetenschappelijk exact weergegeven, mathematisch exact, de toonverhoudingen uit dat stuk. De eerste toon, de tweede toon, de derde toon, de vierde toon enzovoort. En daartussen de verhoudingen. Want het gaat mij om de verhoudingen tussen de tonen. Dat begrijp ik niet. Nou, dat moet ik je dan laten horen. Want je kan je misschien wel voorstellen, er zijn zoveel tonen. Dat is een beperkt aantal tonen. Elke kleur is een toon? Nee, de kleuren zijn juist niet, zijn juist de verhoudingen. De tonen zie je bijna niet, dat zijn de zwarte lijntjes. Maar de kleuren, dat zijn de verhoudingen tussen die tonen. Dus tussen deze toon en die toon is de verhouding geel of oker. En dat is de afstand, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Precies. Is dit tussen, geel is tussen Do en drie en mi. Hoger, of Mi? Ja, Do en Mi. Ja. En Mi en Sol is groen. Ah ja. En Sol en Do weer is, hè, dat, ja. Het is blauw enzovoort. En zo heeft iedere vrouw, en het wonder wat ik met het werk aan dit gedaan, ontdekt heb, dat is, het stuk is 2,5 eeuw oud, dus bijna net zo oud als dit huis. Dat is dat Bach op een geweldige strategische manier alle mogelijke intervallen, dus ook alle kleuren. Interval is die afstand, hè? Ja, er zijn maar 12 intervallen in het octaaf. Al die intervallen, die heeft hij op een geweldig strategische manier geëxposeerd. Ze komen allemaal hierin voor, op een bepaalde manier geordend, zodanig dat je dit stuk krijgt. En dat heb ik ontdekt aan deze, aan dit werk. Om dit werk te doen. En ik kan het wel. Nou, iedereen kent dit. Laat maar horen. Ja, deze piano is niet bedoeld om iets op voor te dragen, want hij is meer voor de katten eigenlijk. Maar je kan het hier, dit is een stuk muziek wat je kan lezen op die manier. Iedereen kent het.
Ja, zeker. Nee. Er bestaan ontzettende misverstanden over wat componeren, wat componisten nou eigenlijk doen. Wat doet de componist? De mensen hebben geen idee, denk ik vaak. Want ze denken dat je gaat zitten en dat je blazende stormen in je hoofd hebt. Dat heb je ook, daar niet van. Maar je weet hoe je die tonen sturen moet, hoe je ze begeleiden moet. Hoe je ze in de teugels moet houden. Het zijn je werkpaarden. Ze doen het voor jou, die tonen. Ja, dat mag als krankzinnig klinken, hoor, van buitenaf. Het is echt waar. Ik heb altijd het gevoel dat ik het niet doe, maar dat die tonen het doen. En dat ik alleen maar hoef te luisteren. En goed te luisteren. En kritisch natuurlijk ook. Want je moet ook weglaten wat er niet bij hoort. En dat is bijvoorbeeld de hele geschiedenis. Maar waar luister je nou naar? Kijk je, want... Datgene wat op mij dan... Wat mij ontroert. Is dat een denkwereld? Of hoor jij in je hoofd tonen die opeens weer omlaag gaan? Nou, het is geen... Ik hoor natuurlijk niet in mijn hoofd tonen zoals ik hoor als ik naar het concertgebouw luister. Begrijp je? Het is een voorstelling. Je hebt een voorstelling. Je hoort het in die voorstelling. Maar je hoort niet iets concreets natuurlijk. Nee. Je hoort de voorstelling. Als je je ogen dicht doet, doe je ogen dicht? Dicht. Denk eens aan een vlucht vogels. Mm-hmm. Doe ze nou eens weer eens open. Hoeveel vogels waren er? Vijftien. Nou, okay, zo ongeveer. Een paar huizen en daar staat een muur en er staat 1 mei rood. JS op. JS. Ja, op schat, zo heet het mijn vader. 1 mei rood. Nou, weet je, daar was vroeger de oven. Waar de broodjes gebakken werden. Oh ja. En daarboven dan, daar ben ik geboren. Dat is mijn. Daar ben ik geboren, ja. Oh, leuk, werkt me dat. Precies waar je nu staat, dat was de winkel. En dan kon je broodjes bestellen. En daar is nou al dan niets meer van te zien, want die hele bakkerij is weg. Ja. Er is een speelplaats voor in de plaats. Vind je dat niet veel leuker eigenlijk dan de bakkerij? Nee. Ik heb liever een bakkerij gezien dan een speelplaats. Of vind je zoete broodjes lekker dan een speelplaats? Ja. Het was op de lagere school. Ik was 7 of 8 jaar. En toen moest je een formuliertje invullen als leerling.
Hoe heet je vader? Jacob Cornelis Schat. Hoe heet je moeder? Catharina Albers. Wat doet je vader? Bakker. Wat doet je moeder? Huisvrouw. Hoe heet jij? Pieter Arenschat. Wat wil je worden? Stond er ineens. Toen heb ik eerst voor componist. Nou. Dat vind ik mezelf niet. Ik dorst ook bijna niet in te leveren, maar ik heb dat gedaan. Maar stop eens even. Dat had ik, piloot, tramconducteur, maar componist. Komt dat van je vader? Ja, mijn vader was erg met... Hij was bakker. Hij was bakker en hij speelde piano en ging ook naar het conservatorium om piano te leren spelen. En er kwam een piano in huis. En ik hoorde de eerste toon. Er kwam een piano in huis, ik was 6 jaar, het was de oorlog. Er kwam een toon uit, ik wist niet wat ik hoorde. Ongelooflijk. Ik weet nog precies wat ik hoorde. En dat was alles, ik hoorde een toon. En het wegsterven van een toon. En het weer opkomen van een toon, nou, het is ongelooflijk. Geboren 5 juni 1935 bij Bakker Schat op de Abstedendijk in Utrecht. Vader wordt door iedereen in het bedrijf met meester aangesproken, want zo is zijn titel, meester Bakker. In zijn vrije tijd speelt hij veel piano. Chopin en Beethoven, populaire klassieken. Herinner mij nog precies zijn fouten en misslagen. Op het Utrechtse conservatorium 5 jaar compositielessen van Kees van Baren. Debuteer in 1954 met Passacaglia en Fuga opus 1 voor orgel. In 1959 naar Londen om bij Matthias Seiber en daarna naar Basel om bij Pierre Boulez te werken. Terug in Amsterdam begonnen aan een soort happening opera, Labyrinth. Première in het roerige Provo-jaar 1966 in Theater Carré. In mei 68 een politiek demonstratief experimenteel concert in Carré, waarbij 200 politieagenten zich in de omringende steegjes schuilhouden. De oorlog in Vietnam neemt intussen ondraaglijke vormen aan. De eerste uitvoeringen van de collectieve opera Reconstructie vallen in de tijd van de Magenhuisbezetting. In november 1969 de noodkraaksactie tegen het Concertgebouworkest. Dit is een aanslag op de culturele symbolen van een heersende orde die openlijk collaboreert met volkerenmoord. Met het eind van de oorlog in Vietnam komt er ook een eind aan de betrekkelijke eensgezindheid van de groep vooruitstrevende muzici, die wel de zestigers is genoemd. Na de val van Nixon in augustus 1974 begonnen aan een opera over de boeienkoning Houdini, een circusopera die in 1977 in Carré in première gaat, met medewerking van het Concertgebouworkest. Het jaar daarop speelt dit orkest de première van de Eerste Symfonie. Hiermee is de verzoening bezegeld. Het feit dat ik zelf niet als uitvoerend muzikus optreed, versterkt in beslissende mate mijn onafhankelijkheid. Ni Dieu, ni maître, behalve dan mijn muze. Ik ben een vrij man en ik handel en blunder in vrijheid. Vertaal jij het nu in je muziek voor latere generaties? Of voor de generatie van nu dingen die er aankomen? Allebei. Tenminste, ik bedoel, ik kan het is een beetje ambitieus. Je moet het eigenlijk niet over mij hebben, want ik vind, ik bedoel, ik doe ook mijn. We hebben het over jou, hè? Jawel, maar ik bedoel, wat is de opdracht van de kunst? Dat is waar je aan probeert te tippen als kunstenaar dan. Maar. Ik weet niet of dat. Maar ik ga die opdracht niet uit de weg. En we leven in een tijd van wegwerpdingen. Allemaal wegwerpmaatschappij. De maatschappij wil blijkbaar weggeworpen worden. Allemaal wegwerpdingen. Daar ben ik niet voor. Daar werk ik niet voor. Absoluut niet. Jij werkt voor? Nou, voor altijd. Gewoon, waarom niet? Tenminste, dat is mijn ambitie. Ik bedoel, ja, idioot. Maar herken ik ook dingen van. Ik heb tenslotte toch ontzettend veel te danken aan wat Bach en Beethoven deden en de moeite namen om te doen. Waarom zou ik niet dezelfde soort moeite doen? Zonder het überhaupt, want als ik maar met de pink van Beethoven was hoor, was ik al. Bij wijze van spreken. In de zevende hemel. Maar ik bedoel, dat soort opdracht. Dat is taboe hoor, in de kunst. Zijn kunstenaars, wij kunstenaars, durven het woord kunstenaar niet eens uit te spreken. Het is een vak. Je hebt bankwerkers, je hebt broodbakkers, je hebt kunstenaars. Maar kunstenaar is taboe.
om kunstenaar te zijn. Dat mag helemaal niet in deze maatschappij, eigenlijk. Want het is chic of zo. Ze hebben er iets mee. Ze hebben er een conflict mee. En het ligt daar aan, geloof ik, omdat ze deze generatie verkiezen boven de volgende. Was een ongelooflijk creatieve gistend. Het had de kwaliteit van gist, Provo. Veel meer, het was geen massa of zo, het was de kwaliteit van gist, dat wat alles doortrekt. En ik kom zelf uit de bakkerij en ik weet wat gist is. En als je het proeft in brood, mijn vader deed gist in meel en bakte een brood. En als je daar dan het gist in proefde, gist is heel veel. Niet lekker. Als je het dan in het brood, dan was het mislukt. Dus de functie van gist is om niet om op te gaan in het geheel. En dat soort functie had Provo heel sterk. En dat werkt door tot in Berkeley, tot in Parijs, in mei 1968. We moeten elkaar, om het zo te zeggen, vlak voor het rookbomhuwelijk. Toen het huwelijk in rook opging.
Sindsdien zie je ook allerlei alternatieve leefvormen ontstaan. En daar zelfs wetten voor in leven geroepen worden. Toen het huwelijk in rook opging voor 220 miljoen televisiekijkers. Geniale uitvinding van Provo. En dat heeft op mij althans en op de hele samenleving een enorme fermentachtige werking gehad. Een doorwerking, gistachtige werking. En daar ben ik wel gevoelig voor. We kenden elkaar en we trokken samen in dit huis. Wie? Provo en jij? Ja, het is een beetje arrogant, Provo en ik. Maar ik bedoel, ja, ik kende die jongen, een paar van die jongens die vroegen dat we moeten naar huis. En ik zei, nou, ik ben ook op zoek. En toen kwamen we hier op. Zeg je nu van, ik hoorde bij Provo? Of? Nou, ik was ietsje ouder, hè, ook wel. Maar... ja, nee, ik was echt hartstochtelijk Provo. Nog steeds trouwens, maar nu, ik ben nog steeds. Het is de grote creatieve, het is de grootste politieke creatieve beweging van na de Tweede Wereldoorlog. En dan spreek ik over de hele wereld. Heb jij voor jezelf ook zo'n functie in de muziek? Nou, ik zie dat je moet daar niet naar vragen wat mezelf betreft. Ik kan mezelf niet zien. Ik kan mezelf niet in de ogen kijken. Ik weet niet wat ik doe. In principe. Ik zie de onderkant van het tapijt, zegt Harry Muus altijd. Ik zie de onderkant van het tapijt waar de knopen zitten, maar hoe het er van boven uitziet, dat is voor anderen. En zo is het. Ik weet niet. Maar ik zie in de muziek de subversieve kracht ten opzichte van de tonaliteit, ten opzichte van van het establishment van de tonaliteit. Die kracht. Want de tonaliteit is zoiets moois, zoiets. Nou, zoiets algemeen geldig zou je bijna zeggen, dat het nooit had hoeven te veranderen. Waarom is het veranderd? Waarom is überhaupt de muziek veranderd sinds Beethoven? Die vraag. Waarom? Het was toch zo mooi? Kon niet mooier, zou je zeggen. Neem de zevende van Beethoven, de derde symfonie. Missa Solemnis. Kan niet mooier. Toch moest de muziek veranderen. En dat kon alleen door het fundament ervan te verleggen. Door iets eraan te veranderen, waardoor... ja, dat moet je horen. Dat kan ik je niet met woorden zeggen. En die subversieve kracht die waarin ik getraind ben in de muziek. Maatschappelijk gezien is dat Provo, is dat... ja, is dat Provo voor, Provo na, bij wijze van spreken. Ik bedoel... hoger dan dat is er misschien is er nog niet aan de orde. Belangrijker dan Provo is er nog niet gebeurd. Toen ik wist wel iets van die affaire af, omdat we daar natuurlijk eerder over hadden gesproken. Over de hele inbeslagname van instrumenten, van mensen die op straat speelden. En toen stelde hij dan voor, omdat hij intussen gehoord had van, ik meen, twee advocaten. Hè, ja. Die meer wisten dan wij. Spionnen in het Paleis van Justitie. Daar hadden ze alle spionnen in het Paleis van Justitie. En die wisten dat 280 gitaren en instrumenten... in kantonrecht lagen opgeslagen. Die informatie was ons. En daar kwam dan als belangrijkste bij dat de boete op... dat er een boete staat op straat spelen. Hè?
En dat is 75 gulden. En wat hier gebeurde was dat iemand zijn gitaar werd in beslag genomen. Vervolgens, als het een buitenlander was, de grens overgestuurd en was zijn instrument ook kwijt. Ja. Maar goed, dat was de aanleiding om de instrumenten meer als een soort demonstratie weg te halen uit de opslagplaats en ze dan aan de rechtmatige eigenaars terug te geven. Daar hebben we ook advertenties voor gemaakt voor buitenlandse bladen. Die zijn ook gepubliceerd. Hoe dat dan, toen het gebeurd was, ja. Met, daar stond dan bij hoe dat dan ook allemaal mislukte. Wel even van het begin. Nou ja, goed, toen dachten we, laten we die dingen gewoon ophalen. Dan gaan we daar een kraak zetten. Nou, en toen... Dat werd goed voorbereid, dus. Precies, we hebben daar lang aan gewerkt. Goed, Peter, zeg het. Ja, nee, ik heb jullie hier gevraagd om het volgende voorstel te doen. Er worden de laatste tijd in Amsterdam steeds meer gitaren op straat in beslag genomen. Ik heb gehoord van een vriend die bij het gerecht werkt dat er nu al 280 gitaren zijn afgepakt op straat in Amsterdam. En dat, dat vind ik inderdaad ook een beetje te gek. En nou wou ik, we hebben daarover gepraat, ik weet waar ze liggen. En ik wou je voorstellen om dan met z'n allen, met z'n vijven, die gitaren op te halen. Allemaal? Ja. Alle. En, dan hadden we het volgende plan, dat Floris laat zich insluiten, want het is een openbaar gebouw, het is een gerechtsgebouw. Je kan er overdag gewoon inlopen. Floris laat zich insluiten en... Toen heb ik ook een boek meegenomen en een plastic zak om in te piezen, want het kon daar ook niet op zolder. Zonder de documenten ook nat te maken. En toen, daartoe ging alles goed, behalve dat we dan de zware ijzeren deuren niet open kregen. Met al het gereedschap wat we bij ons hadden. Ja, maar dat is natuurlijk leuker om te laten zien hoe dat ging, hè? De inbraak. U had het kantongerecht, daarachter was de gevangenis, met even het cijfersprobleem. Behalve bij de gitaar, want die zaten inderdaad in een gigantische stalen kluis met twee dunne, één van gaas en nou, we hadden geen snijbranders, we konden er absoluut niet bij komen, tot onze grote teleurstelling. Toen hebben we eerst alle sleutels uit het gebouw verzameld, dus echt thank you.
Vannacht hebben wij een poging gewaagd de tientallen gitaren die de laatste maanden in Amsterdam op straat zijn afgepakt uit het gebouw van het kantongerecht terug te halen. Daarvoor moest helaas enig bescheiden breekwerk worden verricht. Wij hadden echter niet kunnen voorzien dat deze instrumenten, in tegenstelling tot de makkelijk toegankelijke archieven, achter dubbele stalen deuren bewaard zouden worden. En zo gaat het dan verder, met een beetje beschrijving van wat we deden. En dat we de justitie aansporen om die instrumenten terug te geven. Dat is ook later in beperkte mate gebeurd. En dat het ons mislukt is, we bieden onze excuses aan. En we willen niet het risico lopen gepakt te worden. Dus omdat we uiteraard niet het risico willen lopen voor deze actie gepakt te worden, zonder ons doel te bereiken, communiceren wij uitsluitend via de pers. Dan kan trouwens iedereen meegenieten en er lering uit trekken. Dat was een beetje de toon van de actie. En toen kwamen daar vragen van in de Amsterdamse gemeenteraad. Iedereen zat mee in zijn maag. Er kwamen vragen in het parlement. Van Acht antwoordde dat er niets aan de hand was. Toen was Van Acht toch... Nee, Van Acht was hij al minister? Ja. Wie was dat? Was Van Acht toch al? Nee, was het Pollak? Nee. Ik weet niet meer wie het was. Nou, goed. 71 was het. 25. Zoek hem op. Ja, minister Van Acht van Justitie moet volgens de PSP, Tweede Kamerlid van de SPEC, een onmiddellijk einde maken aan het vervolgingsbeleid. Ja, precies. Van Acht was er al. Hey, het was een actie tegen Van Acht. Verdomme, nou zien we eindelijk hoe het zat. Want hij is minister van Justitie. En nu is hij de baas. Nu is het dus zo dat binnenkort die manifestatie op 10 juni gegeven wordt, of georganiseerd wordt, om de straatvergunning wat vrijer te krijgen dan het is. Wat ze dus al toen beloofd hadden te doen. Wat gaat er dan gebeuren, 10 juni? Nou, dat is eigenlijk georganiseerd door het Zomerstraattheater in eerste instantie. En dan samen met het Volksfestival en het Amsterdamse Elektrisch Circus organiseren we dan zoveel mogelijk muzikanten en acteurs bij elkaar om in Amsterdam op verschillende plekken op te treden en tot een slotmanifestatie op het Amstelveld te komen. Waarbij iedereen dan ook gratis optreedt en liefst zonder vergunning. En dat allemaal om dat vergunning vrij te krijgen. Want wordt iedereen die op de straat speelt aangehouden, instrument in beslag. Als het even tegen zit. Het hangt ook vaak van de humeur van de agent af natuurlijk. Gekomen om een serenade te brengen. Een serenade aan deze reus. Hoi. We hebben een grote behoefte dat te doen en we hopen dat u mee wilt doen. Voor die gelegenheid, voor de mensen die mee willen doen, hebben we een klein presentje bij ons. Een presentje in de vorm van een heerlijk ei. We gaan een liedje zingen en in dat liedje komt ook een ei voor. Aan alles is gedacht, zoals u ziet. Er zijn hier straatmeiden en die zoeken straatjongens op en die geven die straatjongens of andere straatmeiden een ei. Ziet dat u erbij komt. Waar zijn onze straatmeiden? Ik zal inmiddels, kunnen we alvast de tekst van het liedje bestuderen met elkaar.
De tekst van het liedje luidt... Ik zal het voorzingen. Ik zal eerst de tekst zeggen. O, domme reus, jij hebt geen keus. Dit lekkere ei kan jij niet eten. Wij van de straat, zoals dat gaat, zullen je nu wel snel vergeten. En dat gaat dan op deze muziek. Muziek. Ja, hé, hey, muziek, muziek. Ja, daar gaat hij. 1, 2. O, domme reus, je hebt geen keus. Dit lekkere ei kan jij niet eten. Wij van de straat, zoals dat gaat, zullen je nu wel helpen. Je zou nu een circus moeten opzetten als een opera moeten opzetten als een circus. Dus die mobiliteit, dat trekken, dat door het land gaan. Een buitengewoon romantisch concept van met een circus, een opera circus door het land gaan en de wereld intrekken. En dat is eigenlijk de inspiratie ook, wat mij betreft, voor een opera circus. Of een circusopera is beter. En Floris kwam in die tijd ook met zijn conceptie van het Amsterdamse elektrisch circus met de bol en die twee dingen samen. En het is niet alleen maar dat, want het was in de stad en in de kunstgroeperingen die buiten het establishment op ontstonden, ontstond diezelfde behoefte aan uitbreken, aan mobiliteit. En daar zou, dat is een droom die we sinds die tijd hebben, dat je een circus opzet, muziek, een muziektheatercircus. Een circusopera, vrachtwagens, hijskranen en hoogwerkers komen als een olifantenketting de stad binnen en plaatsen zich in een perfecte cirkel op het grote plein tegenover de kerk, die nog slechts op zondag is geopend. Een klein voorbijgangertje vraagt nieuwsgierig naar de bedoeling en krijgt de eer op een grote groene knop te drukken. Vanuit de vrachtwagens zwelt langzaam het gebouw waarin hij diezelfde maandagavond naar de wonderbaarlijke geluiden luistert die hij nog niet eerder hoorde. Viool en fagot laten hem vergeten dat clown en kameel hebben plaatsgemaakt voor de weelderige zangeres die met haar stem het hoogste koor danst. Na de voorstelling droomt hij naar huis, het gebouw staat er alsof het er altijd al was. Hij had het er trouwens zelf neergezet.
En er gebeurt nog iets. Hij luidt bijvoorbeeld niet zo. Hij luidt. Er gebeurt een afwijking, nog één keer. Dit is hem niet. Maar, nog eens. En dan komt hij. Wij beginnen. Dit is de eerste toon. De ontstaande spanning. Die ontstaat. Ontstaat dissonant. En je wijkt daarmee af, dat is eigenlijk wat je doet, je wijkt daarmee af van de tonaliteit. Je maakt de tonaliteit die bij Bach bevestigd wordt door die kwint naar boven, ik zal het nog eens doen, en die kwint naar beneden zoals het in het begin was. Ja, die kwint als die kwint. Stapsgewijs als een je betekent hanenpas. En stapsgewijs gaat hij door de tonaliteit. Het. Alles wordt samengevat in die tonaliteit. In wat wij horen als. Als een akkoord, als een bekend akkoord. En wat ik dus blijkbaar deed, zonder dat nou echt te willen of zo, maar wat je dan blijkbaar deed omdat je 200 jaar later ook nog eens zoiets onderneemt, dat is dat je. Dat je deze spanningen erin brengt. Deze. Niet tonale, die spanningen die eigenlijk tegen dat samenbindende principe van die tonaliteit ingaan. En. Dat is een principe wat de hele westerse muziek, de hele Europese muziek beheerst sinds eeuwen. Die verandering, die subversie ten opzichte van die heersende tonaliteit, ten opzichte zou je kunnen zeggen van die verticale binding die de tonen met elkaar krijgen door die tonaliteit. De kracht daartegen, die subversieve kracht, die antitonale kracht, die heeft tenslotte geleid tot de situatie waarin de muziek zich bevond in het begin van deze eeuw, Schönberg, waarin die samenbindende kracht zodanig ondermijnd was in de loop van de eeuwen, kun je wel zeggen, maar bij Wagner bereikte dat min of meer zijn hoogtepunt, dat die zodanig ondermijnd was dat de hele samenbindende kracht van de tonaliteit wegging. En als dat gebeurt, dan is het ontzettend moeilijk om samenhang in muziek te brengen. Het is, zou je kunnen zeggen, een beetje het verhaal van de domjatten van Peter Vos, mijn buurman. Die heeft dus in 1963 een tekening gemaakt, 4 tekeningen, de domjatten. En dat kan je laten zien. Je ziet wat er gebeurt, de dom wordt gejat. Er blijft niets over de bellen, de enige die overblijven. Dat is wat er gebeurd is met de tonaliteit. Er is zo'n ontzettend conflict en zo'n grote kloof tussen muziekliefhebbers en nieuwe muziek ontstaan in deze eeuw, zoals nooit in de enige eeuw. En hoe komt dat nou? De mensen hebben de indruk, moderne muziek, dat zet ik af. het is omdat de componisten van deze eeuw onder oproep van Debussy, die zei dat ze zich moesten in een isolement moesten begeven, met name om deze kwestie op te lossen. Als er geen samenbindend principe is meer voor de tonen, wat doen we dan? Dan kan je eigenlijk alles doen, dan kan je. Je kan alles doen, alles is goed. Dat is allemaal prima. Er was een tijd dat alles goed was tussen de tonen. Koek en ei. Koek. En ei. Tonica en dominant. De tonica stond overeind als een toren. Eeuwenlang. Ongeveer zo lang als deze toren bestaat.
De tonen schaarden zich om de tonica als gelovigen om het altaar. Toen verscheen magister Wagner in Duitsland en bedacht deze muziek. Hij maakte de weg vrij voor Schönberg, die de tonica afschafte voorgoed, die de toren omtrok. Ik kan niemand zien, ik zie niks. Het is. Aan de heidenen ben ik overgeleverd. Als dat je de eerste keer aan boord. Maar je zult horen dat er zijn hele duidelijke plekken in. Bijvoorbeeld een slagwerktoestand. In het begin meteen. Dat hoor je onmiddellijk. Ja, Peter, maar ik bedoel... En dan later komt er een grote climax van het hele orkest. Daarna weer een inzet. Maar... Ik geloof dat ze zijn duidelijk onderscheiden dingen. Dan. Ja, maar kijk... Hoe moet ik dat nou zeggen? Kijk, dat is voor jou veel duidelijker en te herkennen dan dat ik hier op mijn rug dit ligt te spelen en dan denk, was dit nou de climax? Nee. Oh god, dan hoor ik toch een trommel. Nee. Dan ben ik al weg. Dan ben ik al kapot en dan gaat het de soep in. Maar we hebben een bandje en daar kunnen we veel mee werken met dat bandje natuurlijk. Maar creëren is voor een heel groot deel vernietigen van het voorafgaan. Daarom was het ook absoluut nodig om die tonale orde te ondermijnen. Die verticale orde. Die moest ondermijnd worden, blijkbaar, in de geschiedenis. Want ik bedoel, ik heb het niet bedacht. Het is echt aan de gang. En dat is die subversieve... om iets te creëren moet je iets vernietigen. Dat is zeker waar, ja. En door dat hele proces, de moed ook, die componisten gehad hebben om zich in dat isolement terug te trekken. En de moed van Weberen en Alban Berg en Schönberg met name, om dat te doen. Schönberg zei op een gegeven moment toen hij in militaire dienst moest en zei, oh, u bent de grote componist Arnold Schönberg, zei ze bij de aanmeldingsdienst. Zei hij, ja, zei hij, niemand wou het worden en daarom ben ik het maar geworden. Ik bedoel, zo treurig was dat lot ook van Schönberg. En, de mensen begrijpen geloof ik niet dat dat moreel gezien een heel erg hoogstaand houding is in het leven. En dat ook de erfgenaam is van Beethoven wat dat betreft. Die had dezelfde houding. Dat hij de moed had om dat te doen en dan ongeacht de consequenties wat hemzelf betreft. Vom Sterbebett dreimal nachdrücklich gerufen. Harmonie! Harmonie!
de stakken weer. Het kind bemint zijn vader zeer. Het spel begint. Wat is een toon? Een toon, daar kan je nog niet zoveel mee doen. Stel je voor, je hebt als componist één toon. Je zit op een onbewoond eiland, je hebt één toon. Nou, kan je een tijdje mee aan de gang. Je kan bijvoorbeeld heel lang luisteren naar hoe die wegklinkt. Dat is heel mooi. En je kan hem, hij vraagt bij wijze van spreken om herhalingen op. Ja, maar toch kom je niet zo ver. Je verlangt naar iets meer, je verlangt naar een verhouding. En dan kies ik maar een verhouding. Deze bijvoorbeeld. Ik neem een tweede toon. En ik voeg ze samen. Ik hoor dan ook dat je twee tonen hebt. Je kunt ze duidelijk van elkaar onderscheiden, maar je hoort ook nog iets meer. Je hoort daarin een soort bouwwerk. Namelijk die verhouding, die hoor je ook. Je hoort die verhouding, je hoort dat ze samen iets doen. Iets anders dan bijvoorbeeld zij met elkaar doen. Die hebben een andere verhouding. Dat is een. Dat is logisch. En dan heb je twee tonen en daartussen de verhouding opgebouwd. En je zoekt naar een derde toon. Nou. Eentje die er voor de hand ligt. Dus wordt deze. Ik hoor drie tonen en ik hoor toch iets dat ze met z'n drieën maken. De eerste twee maakten met elkaar. Met z'n drieën maken ze zoiets als een. Ja, het is een driedimensionaal bouwwerk. En ik kies een hele voor de hand liggende toon. We kennen dit allemaal. Maar ik kies die drie tonen niet. Ik kies ze net even anders, want over die drie tonen is al zoveel bekend in deze combinatie. Maar als ik nou bijvoorbeeld zo doe. Dan heb ik iets onverwachts. Iets waarover nog niet zoveel bekend is in ieder geval. Het is wel bekend, zijn drie tonen die bekend zijn. Bijvoorbeeld bij Beethoven is het. Het zijn namelijk de tonen G, B, C.
En het is nog meer bekend, Stravinsky bijvoorbeeld. Dat is, het zijn dezelfde drie tonen toevallig, maar het is, bij Beethoven was het G, B, C. Bij Stravinsky is het C, pardon, B, C, G. En dan gaat Stravinsky dan mee in de gang. En ik dacht, nou die drie tonen in deze combinatie. Want je kunt door transposities, je kunt door transformaties, kun je bijvoorbeeld eigenaardige dingen doen als dergelijke klank opbouwen. Het voert te ver om dan te zeggen hoe je dat nou allemaal doet, maar door transformaties, wat een schrijver ook doet met zinnen, bijvoorbeeld met woorden, op een andere manier net eventjes zeggen, dan heb je een transformatie en die, nou, ik zag daar veel in drie tonen. En Beethoven deed en Stravinsky deed, er bleef er nog maar één over en dat was die dan. Het graf van Hephaestion, een tafereel uit het leven van Alexander de Groot. Hephaestion, zijn vriend, zijn jeugdliefde, sterft tijdens de Perzische veldtocht. Daarop laat Alexander de muur van Babylon over een afstand van 2 mijl voor de helft neerhalen en van het puin een plein maken. Daarop wordt een kathedraal van hout gebouwd van 200 bij 200 meter en 60 meter hoog, versierd met goud ingelegd beeldhouwwerk. Daaromheen verzamelt hij zijn leger. De gouden kist met het gebalsemde lijk wordt er bovenop geplaatst. Een groene zon gaat op. Alexander werpt de eerste fakkel. Duizenden fakkels volgen. Onbewegelijk staart het leger in de vlammen tot ook het laatste kooltje gedoofd is.